We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we... Hoi allemaal, ik ben weer live met vooraf mijn nieuwe videootje die ik heb gemaakt. Ik hoop dat hij het ook gedaan heeft. En dat jullie me hebben kunnen zien. Ik ben benieuwd. Belangrijkste is heel even weer om te checken. Ben ik er live? Kunnen jullie mij horen? Even aan het kijken. De microfoon staat aan. Dus als het goed is, moet het goed komen. Ik ga even kijken. Hoi Caroline, ja, dat is niet erg. 1 minuut, hè? 1 minuut. We zijn nog maar net begonnen. Je hoeft ook niet stipt klaar te zitten, hè? Dat is helemaal niet erg. Druk met de tuinaanleg. Ja, oh ja. Je kunt me ergens druk mee zijn, toch? Nee, komt helemaal goed. Ik dacht, nou, dat past dan trouwens wel. De set die ik uitgekozen heb voor vanavond, die past er wel bij dan. Met de Leaf Collection. Past bij de tuin. Ik ga even mijn camera even kijken. Omruilen. Een beetje naar beneden. Zo. Dat is beter, denk ik. Oh, hij zit een beetje scheef. Even wachten. Ja, dat is beter. Een ijsje eten. Oeh, lekker. Ja, we hebben ook net gegeten. Dus we hebben een toetje net achter de rug. Ik had de hele dag gewerkt. En... Even gegeten en een toetje inderdaad. En nu lekker creatief. Ik dacht, ik ga eens iets met deze set doen. Want ik heb hem al een hele tijd in huis liggen. En ik heb hem gewoon nog niet gebruikt. Kijk, hij is nog echt helemaal nieuw. Dus ik dacht, er wordt wel tijd om daar iets mee te gaan doen. Ik haal in ieder geval even de achterkant ervan af. Ik doe bij deze grote stempel, zet ik niet de stempel of de... sticker erachterop. Dat is ook niet nodig eigenlijk. Bij deze. Bij de andere doe ik daar wel altijd. Er zijn meningen over verdeeld. Maar ik doe altijd de stickers erop. Alleen bij deze grote doe ik daar niet. Want dan kan ik hem iets makkelijker van het blok afkrijgen. En weer erop krijgen. Ik zal hem eens even op een groot blok plakken. Dat is het F-blok. Daar passen die grote achtergrondstempels precies op. Zo. En ik heb hem nog niet gebruikt. Dus ik heb eigenlijk... ja, natuurlijk heb ik al voorbeelden voorbij zien komen. Maar nog niet echt zelf iets ermee gedaan. Dus we gaan het samen maar weer uitproberen waar we op uitkomen. En ik had het idee om hem... even naar een kaartje kijken. Dat ik hem met zwart ga stempelen. En dan met de breer. Deze. Van stempelen. Is een achtergrond eroverheen gaan maken. Door eroverheen te rollen. Dus we gaan het gewoon eens uitproberen. Misschien wordt het helemaal niks. En misschien wordt het hartstikke leuk. Dus we zullen het dadelijk zien. Ik leg er in ieder geval heel even een klappapiertje onder. En dan ga ik dus de inkt op de stempel doen. Dus ik ga het dus eerst even met zwart proberen. We gaan kijken of het iets wordt. Ik heb... ging de verbinding even weg. Volgens mij ben ik weer terug, of niet? Ja, volgens mij wel. Hoi Inge. Goedenavond. Ik zorg in ieder geval eerst even dat hij goed inkt heeft, de stempel. Het is natuurlijk een grote stempel. En ik doe toch even overal inkt op, zodat ik heel de afbeelding ook kan stempelen. Alles goed. Ja, hij viel bij mij even weg. Hè? Dus misschien dat jullie dat dan niet eens merken. Maar die leg ik erop.
En dan ga ik ook even een hap met de breer eroverheen. Kijken of dat werkt. Want ook dat had ik nog niet uitgeprobeerd. We zullen het zien. Nou, is dat een succes? Nou, het is niet heel verkeerd. Het is niet heel verkeerd. We laten het even zo. Kijk, nu heb ik hem dus in zwart inderdaad gestempeld. En dan wil ik dus de verschillende kleuren. Ik denk, pak even de inkcolors erbij. Kijk, die, ja, hij is niet heel strak gestempeld hoor. Maar ik denk dat dat komt door de breedte. Gaan we eens even eentje proberen. Op een kleiner stukje. Dus even kijken wat hij dan. Dus ik hem gewoon stempel. Dus even kijken wat hij dan doet. Want ik had volgens mij wel genoeg inkt erop zitten. Dan ik even. Ik vind die achtergrondstempels, ik weet niet of jullie ze veel gebruiken, maar ik vind ze toch altijd wel heel leuk. Heel leuk om te gebruiken op een kaart. Een matje eronder. En je hebt meteen gewoon een hele grote afbeelding, hè? Dus dat is wel heel fijn. Zo, even kijken of dat dit ook gaat lukken. Misschien dat dit beter gaat, ik weet het niet. Soms moet je gewoon even wat uitproberen. Ik zal een beetje inkomen. Breer. Nou, laten we even kijken. Nou, dat maakt niet zo. Hij is iets donkerder, maar ik ga toch maar even voor de grond. Dat maakt ook niet zo heel uiteindelijk. Even kijken of ik zo de inkt eraf kan krijgen. Hebben jullie de breer ook thuis? Eens even kijken. Maar even kijken. Ik ben even afgeleid door de opmerkingen. Een half uurtje mee. Nou, gezellig. Gezellig, Nicole. Gezellig. Vandaag kan er niks gelijk aan mijn leven, denk ik. Of ze gebruikt ook weer deze set. Ja, dat zou ook wel grappig zijn. Dat zou wel heel toevallig zijn, want wij spreken daar niet af. We spreken niet af met welke set we dan weer gaan werken. En dat zou wel zijn, hè. Als je zo elke keer per ongeluk hetzelfde zou pakken. Dan zitten we wel allemaal op één lijn. Dat is dan wel weer zo. Nee, ik heb ook nog niet zoveel met de breer gedaan. Dus ga even kijken of dat weer werkt, of dat weer gaat. Ik denk namelijk, deze inkt is best nat. 2 weken achter elkaar, echt waar? Dat is toch wel heel typisch eigenlijk, hè? Nee, daar spreken we inderdaad echt niet af. Maar ja, het zou dus inderdaad dus wel zomaar kunnen dat ze hetzelfde doen. Even kijken of dat het 2 weken achter elkaar toch hetzelfde. Nou, dat vind ik toch wel echt heel knap. Ik ga even kijken of dat dit. Of dit iets gaat worden waar we allemaal blij van worden. En anders maken we gewoon even iets anders. Hè? Soms moet je gewoon wat uitproberen. Even. Even kijken. Pak ik even een andere kleur. Kijk of dit voor elkaar. Kijk, oh, deze zijn zo nat. Hij bobbelt helemaal op mijn breer. Dus dat weet ik ook niet. Ik denk niet dat hem dit gaat worden, denk ik. Maar we zullen het zien. Dus de nieuwe inkpads zijn vaak wel wat natter dan voorheen. We proberen het gewoon. Even. Die andere. Dat is wel spannend, hè? Zo live
uitproberen wat je nog nooit, wat je nog nooit hebt gedaan. Maar volgens mij valt het niet tegen. Ik doe normaal heel veel met blending brushjes. Ga ik dan een achtergrond blenden, zeg maar. En die dat gaat ondertussen wel goed af. Maar dit is dan net even weer een ander techniekje. Dus ik ga er wel ook nog eens gewoon zelf een beetje meer uitproberen. Nou, volgens mij valt het niet tegen. Ik laat hem heel even een beetje drogen, want er zit nou wel best wel veel inkt op. Maar we hebben in ieder geval twee kleuren inkt erop zitten. Dat is al heel wat. Dat is al heel leuk. En dan wil ik even nog ook iets anders uitproberen. Nu even mijn de stamp en scrub pakken. Kan ik even schoonmaken. Even die aan de kant. Kan hier weer erover. Gisteravond waren mijn collega's uit de kinderopvang allemaal op visite. Dan ben ik natuurlijk weer vergeten foto's te maken, want dat vergeet ik elke keer als ik iemand op workshop of wat dan ook heb. We hebben gewoon heel leuk één kaartje gemaakt en de rest van de avond gezellig gekletst. Maar er waren dan een aantal bij die het nog nooit gedaan hadden. En dat is toch altijd wel weer leuk om samen dan creatief te zijn. Even kijken, heb ik hier nog een stukje wit. Ik moet nog een wit papiertje pakken. Ik wilde eigenlijk kijken of ik een beetje twee kaartjes in één kon maken. Ik even nog een kaartfrontje. Ik heb nu die ene gemaakt met zwart en dan de achtergrond. Welke set? Nou, gisteravond hebben we gewerkt en dat komt eigenlijk omdat we hadden dit al heel lang gepland die avond. En elke keer kwam het er niet van. Dus nu, ik had nog steeds een kaart klaar liggen met het vogeltjespapier van Celebration. Zo lang proberen we al eens af te spreken met elkaar. En nu was het dan eindelijk gelukt. Dus we hebben in ieder geval met het vogeltjespapier een leuke kaart gemaakt. En daarbij met de hexagon, de punch. En een leuke tekst erop, zeg maar. We hebben... Even kijken, heb ik hem hier eigenlijk liggen, mijn voorbeeldje. Vast wel. Even kijken, kan het hier even laten zien. Waar heb ik ze? Oh ja. Dus even zoeken. Ik zal ze even laten zien. Die heb ik al ooit wel gedeeld hoor, online. Maar deze hebben we gemaakt. En dan konden ze zelf het papier kiezen. En zelf de kleur kiezen, zeg maar. En dan zelf stempelen, vogeltjes knippen, snijden, rillen. En dan één kaartje. Dus deze die hebben ze allemaal eentje gemaakt. Dus ik hoop dat ze nog een keer delen wat ze gemaakt hebben. Dat is ook altijd leuk, hè. Ik ga eventjes met Summer Splash, mijn nieuwe favoriete kleur. Wil ik even kijken of dit... Nee, dit gaat hem zo niet worden. Eventjes een beetje inkt verwijderen van de... Zo nat. Dan krijgen we allemaal bubbeltjes. Gebruik dat papier. Precies, hashtag gebruik dat papier. Die inderdaad. Ja, die hoorden er zeker bij, ja. En die had ik dus nog liggen en ik dacht, oh ja, die is wel ook heel erg leuk om een kaartje mee te maken. Dit wordt beter, denk ik. Nee. En dat papier was ook echt wel, wel echt heel leuk, hè, met vogeltjespapier. Ik wilde nog even iets uitproberen met inderdaad een andere kleur. En dan wat blaadjes uit deze achtergrondstempel uit te knippen. Want het zijn zo mooie losse afbeeldingen die je ook nog gewoon natuurlijk weer op een kaart kan gebruiken. Oh, zie je, hij is echt heel erg bubbly. Dat is zo jammer, hè? Dat vind ik dan weer zo jammer. Ik ga het ook even nog anders proberen, denk ik. Hij is nog net een beetje te... Kijk. Dat is zunt. Even kijken of ik het met de andere groen wat beter voor elkaar krijg.
Het zijn zo'n grote, platte, hoe noem je dat? Egale stempelstukken, zeg maar, van de stempel. Dat je heel goed ziet als er bubbeltjes zijn. Dit ziet er al iets beter uit. Kijken of dat er beter gaat. Laatste poging. En anders ga ik ze gewoon toch uitknippen. En gaan we ze gewoon toch gebruiken. Zo. Nou, dat is iets beter. Dat is iets beter dan die ik net had. Het is nog steeds niet perfect, maar we doen het er even mee. Even schaal. Dan ga ik er eens even een paar uitknippen. Gaan we daar eens kijken wat we daarmee mee kunnen doen. Ik zal deze, er zitten een aantal sowieso hele blaadjes die je dan kan gebruiken. Je kunt natuurlijk de halve ook gebruiken op een kaart. Dat doen we met dessinpapier ook. Hè? Alle restjes gebruiken. In ieder geval eventjes zo. Want deze achtergrondstempel is natuurlijk leuk om in één keer te stempelen. En met de zwarte inderdaad ging dat ook wel prima. Maar je kunt natuurlijk dus ook de losse afbeeldingjes nog gebruiken. Dus dan ga ik even kijken of we dat op dezelfde kaart gaan gebruiken. Of dat we misschien twee kaarten kunnen maken. Dus ik knip er eerst even een paar uit. En dan gaan we eens kijken wat we ermee kunnen doen. Ja, Carlien, jij zal, ik heb deze set niet. Spreekt die jou ook niet aan? Heb je niet zoiets van, oh, ik vind het toch wel leuk? Of heb je zoiets van, nee. Of misschien doe je wel helemaal niks met achtergrondstempels. Kan natuurlijk ook nog. Ben je daar niet zoveel aan? En ik weet niet, de rest die zit te kijken. Misschien hebben jullie hem wel. En hebben jullie er al prachtige creaties mee gemaakt. Dan zie ik ze heel graag voorbij komen een keer. Het is ook altijd weer leuk om met elkaar ideeën te delen. Hè? Soms heb je zo'n set en je niet zo goed weet waar je ermee moet. En dan zie je allemaal mooie voorbeelden mee. En dan denk je, oh ja, is toch eigenlijk wel heel erg leuk. En dan wil je hem alsnog hebben. Volgens mij werkt dat bij ons allemaal nog zo. Zelfs bij mij na 10 jaar. Ja, precies. Ja, maar je kunt ook niet alles, hè, Caroline. Je kunt niet alles aanschaffen. En dat hoeft ook niet, hè. We kunnen ook gewoon van elkaar dingen leren. Oh ja, de hamburger, dat twijfelde ik ook nog een beetje over. Ik vind de televisie ook wel heel erg leuk. Die oude televisie. En ik wilde eigenlijk de ertjes, de peas, wilde ik eigenlijk bestellen. Maar die was niet leverbaar nu, dus dat was wel even jammer. In de vorm van trial and error. Ja, deze set. Ja, ik merk dat die ook bij mij ook een beetje trial and error is. Maar dat is niet erg. Het hoeft ook niet allemaal perfect te zijn, hè? Ja, die tv. Ja, ik vond hem ook leuk. Ik heb hem uiteindelijk nog niet besteld. Maar ja, nu nog niet. Hè? Dat wil niet zeggen dat hij er helemaal niet gaat komen. Maar ik hoop dat de ertjes ook snel weer leverbaar zijn. Want die vind ik toch echt heel erg leuk. Zo, dat is nog een blaadje. Ja, die tv is gewoon lekker retro. Ja, ik hou er wel van. Wel leuk. Maar ja, ik kijk ook elke keer inderdaad hoor. Van, wat vind ik ervan? En ga ik hem aanschaffen of niet? Kan ik er wat mee? En we kunnen niet alles. Dat hoeft ook niet. En ja, soms heb je dat je dingen maakt of dat je inderdaad, ik heb ook wel stempelsets waarvan ik dan denk, oh, daar zie ik zoveel leuke dingen mee voorbij komen. En dan bestel ik hem en dan zelfs vervolgens blijft hij bij mij in de kast staan. Want dan denk ik, nou, ik weet het niet goed. Wat ik vorig jaar met de aapjes, ik had die aapje, de Little Monkey of weet je ook weer, met die pons erbij en die had ik besteld. Want ik zag zoveel leuke dingen voorbij komen en ik heb hem denk ik 1 keer gebruikt.
Dat is ook zonde. Hè? Even kijken. Deze nog. Ja, die tv. Ja, precies. Ja, die heeft wel een vleugje vroeger, inderdaad. Wel heel leuk. Ik had pas dan inderdaad de wandelschoenen. Die vond ik toch ook wel echt heel erg leuk. En plus, ja, dat past gewoon heel erg bij ons gezin. Daar kan ik wel mee maken. Een keer een scriptpagina of zo van een wandeling. Dat is wat ik nog te denken. Ja. Ik heb nog geen idee wat deze uitgeknipte gaat doen, hè. Maar ja, jullie zitten gewoon te kijken naar terwijl ik aan het knippen ben. En dan gaan we kijken wat het wordt. Niet te snel willen. Heb je ondertussen je ijsje op, Carolien? Lekker, hè? TV van de toekomst had de kleur aan met... Oh, wat grappig. Ja, dat is nu niet eens meer van de toekomst, hè? Nou is het er gewoon. Ja. Mijn man vertelt ook altijd een verhaal over zijn wiskundedocent. Die vroeger altijd zei van... Dan vroeg mijn man bijvoorbeeld... Waarom moeten we leren rekenen? Of waarom moeten we wiskunde kunnen? Of weten hoe dat het werkt? En dan zei de wiskundedocent van... Ja, je gelooft toch zeker niet dat... Over een aantal jaar iedereen altijd maar met een rekenmachine op zak loopt. Want mijn man zei dan, ja, maar je kunt het toch ook op rekenmachine uitrekenen. En ondertussen heeft iedereen een mobiele telefoon op zak en kunnen we alles op de rekenmachine uitrekenen. Dat zijn ook van die dingen, hè? Oh, je bent ook lekker aan het stempelen, blaadjes aan het stempelen. Ja, dat ben ik ook, heb ik ook gedaan. Blaadjes stempelen. Het zijn wel mooie blaadjes, dat moet ik wel zeggen. Ze zijn wel leuk. Ik denk dat ze ook leuk zijn inderdaad, gewoon los op een kaart of dat er wel iets mee te maken had. Even kijken. Hopla. Die hebben we. Kijken of we hier nog iets mee kunnen. Die grote. Zo. Ja, dat is leuk als je oude dagboeken dan weer eens tegenkomt en weer eens doorleest. Ik heb ze inderdaad, ik heb een opleiding gedaan waarbij dat gevraagd wordt. Van lees je oude agendas en dagboeken als je die hebt, lees ze eens door. En dat is toch wel heel erg grappig, dingen die je dan opgeschreven hebt. Oh, heb ik het echt gedacht of gezegd? En het is leuk om naar de rand weer zo op terug te kijken. Eens even kijken, deze nog. Gaan we er wel van brouwen. Maar dit is wel een stempelset dat ik denk, ik weet nog niet hoeveel ideeën ik hiermee mee heb. Met de leaves. Oh, nou, oké. Dan is die wel heel jong, denk ik, want... ik ben inderdaad 40, maar ik ken hem ook nog wel. Hij is jonger dan ik, denk ik. Zo oud ben jij ook nog niet, Caroline. Maar ja, soms heb je van die momenten dat je ineens toch heel erg oud voelt, ja. 35? Ja, dat scheelt toch maar 5 jaar met mij. Maar ik weet toch echt nog wel wat een flopje is. Ja, bijzonder. 56, ja. Dat is nog hartstikke jong, Carly. Nog hartstikke jong. Nou, hopla. We gaan eens even kijken wat we mee kunnen maken. Ondertussen is deze een heel eind droog. Niet helemaal, maar... Kijk, hij is toch wel mooi. Als het dan opdroogt, wordt hij toch iets mooier. Net was de ink nog een beetje nat, maar nu die ziet er al een stukje beter uit.
Ik ga eens even kijken of ik hier iets heb om dan ook een kaart mee te maken. Oh, hier zit helemaal nog niks van. Even iets van de nieuwe kleurtjes pakken, want er zat nog helemaal niks van in hier. Dan ga ik toch voor Summer Splash, want dat vind ik toch gewoon echt een hele mooie kleur. Als basiskaartje. Even kijken. Ik vertelde de vorige keer inderdaad, ik heb hier zo'n bak met een mandje staan met allemaal kaartfrontjes. Als ik dan een keer een A4'tje dus door midden snijd, dan doe ik die andere doe ik daar in. Maar van de nieuwe kleuren zit er dus ook niks in. Dat is ook bijzonder eigenlijk. Dan heb ik ze misschien gewoon al te op. Misschien al te meer gebruikt zijn ze gewoon alweer op te lopen. Maar goed, nee, dat is echt goed. En basiskaartje Summer Splash. Ik ga hier een klein randje daar van afsnijden en ik wil eigenlijk een zwart. Nee, een witte, dat is mooier. Een wit laagje eronder, dat is mooier dan zwart. Dat wordt die zo donker. Ja. Hoi Rian, gezellig dat je erbij bent. Ja, ik ben eigenlijk gewoon een beetje aan het uitproberen. Ik had straks uitgelegd, ik heb nog geen idee. Ik had deze stempel nog niet gebruikt. Ik ga even een klein randje, want die randje is niet zo mooi. Dus die haal ik er even af. En deze, even kijken. Deze ook. Dan is het minst mooie randje in ieder geval ervan af. En Ans is er ook bij, hoi. Ja, zo gaat hij worden. Dan ga ik daar nog even een wit laagje tussen maken. Hoi Ans, gezellig. Leuk dat je erbij bent ook. Ja. Dat. Zo zou die dan moeten passen. Even kijken. Ja. Kijk. Ja, leuk. Het is toch wel mooi zo de kleur lopen, hè? Als ik zo een beetje, ja, hij is goed gelukt. Ik ga hem denk ik alleen wel zo opplakken, want hier is de, ik laat ook gewoon de foutjes zien, hè. Hier is hij heel mooi afgedrukt en hier is hij een beetje ja, bewogen, of in ieder geval niet heel netjes afgedrukt. Dus hier kan ik wel mooi dadelijk een tekst opmaken, denk ik. Dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Ik ga hem in ieder geval hierop vastplakken alvast. En dan gaan we dadelijk gewoon kijken waar we teksten op gaan maken. Hij is inderdaad wel echt mooi. Maar je moet gewoon even een beetje uitproberen wat je er allemaal mee kan. Dat ga ik de komende dagen ook maar eens gewoon doen. Die zit vast in ieder geval. Dan ga ik dadelijk kijken of we hem zo opplakken of zo. Dat is even afhankelijk van de tekst. Dat is voordeel van die blaadjes, dat maakt niet uit. Hè? Je kunt hem elke kant op gebruiken die je wil. Er zit niks op kop of dat maakt niks uit. Ja, daar zat ik net ook te denken, Rian. Stemperatus was handig geweest. Die heb ik wel, maar die had ik niet gepakt. Ik heb hem wel nog bewaard, want ik dacht, ja, is toch wel ooit handig, maar ik gebruik hem eigenlijk veel te weinig. Toch elke keer gewoon proberen zo uit de hand. Maar inderdaad, als je hem een paar keer met zwart stempelt, dan wordt hij net iets zwarter. Of eventueel zwart en bossen, zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar hij is niet heel verkeerd, maar hij is gewoon net niet helemaal netjes naar mijn zin gestempeld. Dus hier komt dadelijk gewoon een tekstje overheen. Ik pak even een reststukje wit in ieder geval. Dan ga ik eens even kijken wat voor tekst we erop kunnen maken. Nou, waarschijnlijk iets van verjaardag of zo. Die heb je toch altijd het meeste nodig, hè? Dan pak ik even de fantastische
felicitaties erbij. Die is toch wel echt heel leuk. Zo'n grote tekst die past hier ook wel weer leuk op. Ik ga denk ik voor hoera. Die is wel leuk. Die past ook precies in de breedte op de kaart. Zo. En dan pak ik nu even deze. De Summer Splash. Ik haal weer even een beetje inkt ervan. Of in ieder geval, ik duw de inkt een beetje in het blokje. Dat hij niet zo bubbelt, hoop ik. Hij lijkt wel heel licht. Misschien valt het niet. Je gebruikt hem steeds meer. Ja. Oh, ze zijn wel zwaar ook, hè? Als er stempels op zitten, de blokken. En heel even een beetje zo, dan kan ik hem nog bijsnijden. Hop. Hoera. Ik twijfel. Ik denk dat ik hem... Wat denken jullie? Zal ik de tekst kleur geven aan de binnenkant of zal ik hem juist gewoon wit laten voor het contrast? Wat denken jullie? Of had ik iets met zwart moeten doen? Dat had ik ook nog gekund. Jullie een aanvulling, een idee? Dat kunnen we natuurlijk dan nog aanpassen. Ik denk dat hij zo... Ik ga hem liever vast uitsnijden. Ik kan altijd nog inkleuren. Rood of roze? Oeh, ja, dat is ook wel weer leuk. Kan dat nog? Dat vind ik altijd spannend. Ik ben altijd voor de veilige keuze. Dat is ook weer zoiets, hè? Ik kies dan altijd toch het liefst een kleur die of er al in zit of al echt erbij past, zeg maar. Kijk, want zo is hij natuurlijk wel een beetje rustig. Ik had hier alle kleuren liggen. Zal ik het gewoon eens doen met Peach Pie? We kunnen gewoon kijken, hè? Wat het, of het iets is. Even de binnenkant. Dat past ook. Ik ga het gewoon proberen. We zullen zien. Of het iets wordt. En anders was het leuk geprobeerd. En dan doen we het toch niet. Oh, die is ook. Even wat. Even mijn boomfolder. Wacht, ik doe hem heel even onder de kraan nog voor zeker. Anders smeer ik mijn licht oranje dadelijk onder het groen. Dat zou ook een beetje zonde zijn. Zo. Ik zal die nieuwe kleuren zitten toch wel echt heel vol. En dat is soms niet erg, maar soms dan geeft het net een beetje te veel bubbeltjes. Dat is eigenlijk zonde. Poging 2. Ja, dat is nog steeds niet heel fantastisch. We gaan het gewoon proberen. Jullie zitten maar te wachten en ik zit maar te kletsen. Even kijken. Peach Pie. En dan één keer afgestempeld. Nou, dat is eigenlijk best wel heel erg leuk.
Dat ziet er eigenlijk wel heel grappig uit. Alleen twijfel ik nou of ik hem misschien dan toch niet beter met zwart had kunnen stempelen. Daar ga ik nog even uitproberen. Maar het is wel een heel goed idee, Caroline. Maar ik denk dat het wel nog mooier is met zwart eromheen. Dus daar ga ik even proberen. En anders maak ik een nieuwe. Dan maken we hem gewoon opnieuw. Even kijken. Kijken of het zo lukt, hè. Precies op stempelen. En anders hebben we gewoon nog papier genoeg. Ja, dit is wel beter. Vind ik in ieder geval. Dan is hij net iets stoerder nog. En dan inderdaad pak ik nog even een stukje. Dus even kijken of we iets kunnen doen nog met een dessintje. Dessinpapiertje. Dat is natuurlijk ook altijd leuk. Ik denk dat dit wel grappig is. Maar misschien is het... Even kijken, dan maak ik die iets breder. Er hoeft niet heel verder achteruit te komen, maar ik denk wel dat het leuk is. Even opmeten hoe breed deze nou was, want daar heb ik gewoon natuurlijk zo afgesneden. Dat is zo'n hele handige maat. 2,3. Ja. Dan maak ik hem even zo. Even kijken. Ja. En even uit beeld, jongens, maar dat is net even wat makkelijker met mijn vinger. Even kijken. Doe je wel mee. En zo. Ja, komt echt. Ja, dat was een heel goed idee van jou. Zie, ik moet af en toe gewoon meer durven. Ik ben te voorzichtig. Ja, komt inderdaad echt wel meer kleur en zo. Dat is superleuk. Helemaal tof. Dan doe ik me inderdaad een beetje over die blaadjes die een beetje wat lelijker zijn. Dus hij komt een beetje lager. Maar dat kan wel, dat is geen probleem. Even kijken. Dan leggen we hem zo even, oeps, erop. Ja, mooi met dat extra kleurtje. Inderdaad. Kunnen we even kijken of we hier nog iets mee kunnen. Ik heb ook nog lint natuurlijk. Dan wordt het misschien weer te veel, maar we kunnen even kijken. Dat zeggen we elke week, hè, maar het is gewoon elke keer een puzzel wat we doen. Kijken wat past en wat niet zo mooi past. Nee, ik denk ook dat het te veel... Nee, moeten we niet. Zo. En dan wat leuke bling erop. En dan denk ik eigenlijk dat die gewoon hartstikke leuk is. Even kijken. Dan ga ik deze omhoog plakken. Wow. Oh ja. Mijn dimensionals. Was trouwens wel grappig van de week. Inderdaad, die hebben jullie misschien wel voorbij zien komen over waar... pak jij jouw dimensionals, begin je aan de rand of begin je in het midden? Ik ben inderdaad een randwerker. Ik heb er even eentje voor de foto zo gedaan. Maar nee, ik hou van aan de rand dimensionals pakken. Maar de meningen waren ernstig verdeeld. Er zijn ook heel veel mensen die inderdaad gewoon... ergens in het midden beginnen en dan wel zien waar ze eindigen. Maar dat is niet mijn, niet mijn ding. Even kijken. Deze hoera in ieder geval hierop. Zo. Die inderdaad opplakken. En inderdaad ga ik daar even op zoek naar Peach Pie steentjes, want die heb ik ook. Deze mag zo erop. Het papier dat lijkt me een beetje af. Zo. Een beetje over die mislukte blaadjes heen. Kijk even hoe ik mijn onder...
weet het, een onderlegger kan gebruiken als een beetje een lineaal waterpas. Zo, volgens mij, ja, dat zit hier aardig goed. Hier is de uitdaging. Krumkik, Highland, Hellekan, Creeper. Oh, dat klinkt leuk. Dat klinkt wel heel erg leuk. Ik vind altijd kleurenuitdagingen lastig. Maar uiteindelijk ook wel echt heel erg leuk. Want je hebt vaak dan toch ook wel combinaties die je misschien zelf niet zo gauw bedenkt. En dat is altijd wel leuk, hè, van die uitdagingen inderdaad die je voorbij ziet komen. Het inderdaad daagt het je echt uit om eens een keer iets anders te doen dan dat je gewend bent om te doen. Een bepaalde techniek of een bepaalde kleurencombinatie inderdaad. Dus dat is toch ook wel weer heel erg leuk om iets anders uit te proberen af en toe. Zo, pak ik even mijn peach pie. Even kijken. Even zoeken. Al eentje bijna op van de glimmersteentjes. Nog een paar over in de A Card a Day in May. Oh, A Card a Day in May. Die ken ik nog niet. Dat is leuk. Dat is altijd wel leuk. Hè? Misschien moeten we daar eens een keer. Ik zal wel eens een keer een oproepje plaatsen, zeg maar, voor om te delen van een leuke uit. Leuke uitdagingen. Kunnen we allemaal een beetje uit onze comfortzone. Kijk eens, peach pie, diamantjes erbij. Ik vind hem echt wel heel leuk hoor. En toch wel mooi, de kleurvlok, jullie kunnen het ook wel zien. Hè? Hier zit de grens. Ik hou er helemaal onderweend. Zo gaat dat. A Card a Day in May. Ik ga hem in ieder geval eens opzoeken. Ik ga hier even nog een mooi binnenkantje ook maken. Kijken of we daar nog wel van kunnen brouwen. Ik denk dat ik dan hier aan de binnenkant ook gewoon nog even peach pie terug laat komen. Dat is denk ik. We doen er veel mee, ja? Oh, dat klinkt goed. Ik ga eens even een oproep plaatsen van de week, dat we met elkaar wat uitdaging, hoe noem je dat? Pagina's op Facebook of blogs delen met elkaar. Want zo kom je toch vaak weer op leuke ideeën. Zo, een strookje. Dus zijn papier erop. Dan is die zeker leuk. Dank je, Rian. Ja, het is toch altijd weer een verrassing, hè, wat het gaat worden. Zo, een klein wit randje eronder. Ja. Kijk, superleuk. Een envelop. Daar heb ik niet genoeg dessertpapier meer voor over. Nee, even. Doe ik gewoon even een klein stempel. Even een stempeltje van een andere set die er misschien al bij past. Even op zoek in mijn grote kast van vol met stempels of ik iets heb wat even een klein bloemetje of een, ja, niks van. Wat er een beetje bij past. Fijne avond, Nicole. Jij veel plezier.
deze. Ik moet niet gaan gooien met mijn stempels, want dan ben ik daar alles kwijt. Ik heb een mini klein blaadje stempeltje uit de set Hartveld Hexagon. Deze, om precies te zijn. En die past wel, vind ik. Dus die stempel ik erbij. Voor die zetten. 388, nou dat is inderdaad wel netjes, ja, 388 lee. Zo, kijk, heel klein detail. Dat in ieder geval de envelop ook matcht bij de kaart. Even het dicht. Zo, dan is deze in ieder geval klaar. En dan ga ik eens even kijken, want ik had natuurlijk ook nog al die uitgeknipte blaadjes. Of ik daar nog iets mee kan appliceren. Met jullie hulp, want dat is zeker fijn. Ik ga nu eens even voor een witte. Die man doet dat in december ook zo leuk. Oh, is dat van Martin dan? Die dat ook doet met de kerstkaarten. Martin, zeg ik het goed? Ja, volgens mij wel. Ik meen dat hij dat doet. Ik ga even kijken of we hier iets mee kunnen maken. Oh, ik heb... Oh! Oh, grappig. Die heb ik nog niet voorbij zien komen. Ja, ik weet wie het is, maar de uitdaging heb ik nog niet voorbij zien komen. Helemaal goed, Ans. Gezellig dat je er even bij was. Ik ga even kijken, want ik ga nou natuurlijk puzzelen met iets wat eigenlijk gewoon ook op de voorkant van de kaart past. Als ik hem precies neer zou leggen zoals we hem gestempeld hadden, hè. Maar het is ook wel leuk om net even weer wat anders te doen, toch? Nee, even kijken. Zo. We kunnen natuurlijk een soort van floating... hoe heet dat ook weer? Floating card. Nou ja, even een puzzeltje aan het maken. Misschien ook nog leuk juist om dadelijk in het midden. Als we gewoon nog even dezelfde tekst gebruiken, dat zou ook nog kunnen. Dat hier, of in ieder geval of dezelfde tekst, in ieder geval dezelfde stempel set. En omdat we hier in het midden een tekst doen. Of zo. Even kijken, deze ga ik even losknippen, want dan kan ik hem misschien anders doen. Een extra blaadje om mee te puzzelen. Kleine peach pie bloemetjes. Jij bent wel van de peach pie. Maar zeker leuk. We zullen daar eens even kijken. Daar is misschien wel iets mee te doen. Deze kunnen dan allemaal verhoogd opgeplakt worden. Hè? Dat is dan wel meteen leuk. Even kijken of dit iets gaat worden. Ik ga ze daar gewoon eerst even opplakken. En dan inderdaad doen we de combinatie met Peach Pie. Dat is leuk. We hebben twee kaarten die in ieder geval bij elkaar, passen. Die is niet zo handig. Even kijken. Een aantal verschillende maten dimensionals erbij. Ja, dat is altijd leuk inderdaad. Twee heel verschillende kaarten, maar toch eigenlijk bijna dezelfde materialen. Ik ga deze in ieder geval allemaal omhoog plakken. En dan ga ik dadelijk kijken voor die bloemetjes, die plakken we er dan gewoon nog weer bovenop. Ik heb van de week gespetterd op mijn layout die ik had gemaakt van de kaart van Yvonne, die ik voor mij... van Yvonne had gekregen over Mexico. En daar zitten er allemaal spettertjes van de Stampin' Blend op mijn glazen plaat. Die moet ik een keertje schoonmaken. De mooiste nieuwe kleur. Bedoel je deze groene? Die Summer Splash. Of Peach Pie. Dat zou ook kunnen natuurlijk, Inge.
Ik vind alle nieuwe kleuren heel mooi. Maar Summer Splash is wel mijn favoriet eigenlijk. Van nu in ieder geval. Ondertussen plak ik overal wat dimensionals op. En zo komen we elke keer toch weer tot iets leuks. Eerst even die rotor een beetje. Een paar kleiner erbij, zodat hij ook goed omhoog blijft zitten. Ik zit alweer helemaal onder de inkt. Heb je 5 minuten gestempeld en alles zit weer onder. Zo. Even kijken, die past hier eigenlijk precies. Waarschijnlijk zit hij ook zo gewoon op de stempel, zo heb ik hem te buiten geknipt. Deze eerst. Zo. Ik stel me dan altijd maar voor dat jullie ook altijd zo lopen te puzzelen in jullie workshopruimte of in de kamer of in de keuken waar jij je hobby-spullen hebt staan. Ja, dat maakt het ook leuk, hè, om lekker bezig te zijn. Even kijken. Die past ook wel. In het lijntje. Ook een lijntje hier. Al die achterkantjes die we weer door het hele huis gaan vinden dadelijk, hè. Ik zat pas een keer op het toilet en toen dacht ik, oh ja, hier liggen ze ook al. Ik vind mijn man altijd leuk. Dat overal van die, dingen liggen, van de dimensionals. Nog een beetje kleiner knippen. Een kleine dimensional door de helft, er blijft niet veel meer over dan. Die achterkantjes die blijven altijd plakken overal aan, hè? Aan je kleren, onder je sokken. Even kijken. Die daar. Nog een kleintje op. Zo. Nou. Zo klein dat ik de achterkantje er bijna niet op kreeg. Zo, daar nog eentje. Dan even kijken waar we dit nog allemaal kwijt kunnen. In ieder geval daar nog eentje. Best. Wil je even eraf knippen? En dan deze nog. Denk ik deze worden.
knippen we hem dadelijk een stukje af en dan past hij ook mooi ertussen. En dan gaan we eens op zoek naar oranje bloemetjes. Iets. Daar kan het. Precies. Knippen we deze af. Nou, dat wordt de basis. Even kijken, want ik had net een set ook met kleine bloemetjes, maar die moet ik allemaal uitknippen. Dat wordt wel heel spannend. Even denken. Ik vind dat hier ook nog iets moet. Ga ik ook nog eventjes opplakken. Even kijken. Zo. Oeps. Nou, gaan we eens even kijken hoe we daar oranje bloemetjes bij kunnen krijgen. Zo. Nou, klopt hij nog net iets beter. Zo, die zit goed vast. Ja. Of we gaan... ook nog om ertussen plakken. Ik had natuurlijk ook eerst oranje bloemetjes kunnen stempelen. Dat was ook wel handig geweest. Even kijken of ik daar iets op kan bedenken. Iets kleins. Even kijken. Oeh, ja. Ik heb al iets. Ik heb hier de stansen van Lovely and Sweet. Die vond ik. En er zitten allemaal kleine bloemetjes in. Dus daar kan ik er in één keer een aantal uitstanden. En dan ga ik dan doen uit Peach Pie. Dus die haal ik even eraf. Hop. Ja, dat zie ik. Zo. Ga ik die even doorheen doen. Ik ben even aan het beeld, dat is niet zo erg. Dan hebben we in ieder geval een aantal bloemetjes dadelijk. Dan kunnen we daar mee gaan. Ja, die zijn heel leuk. Even kijken. Even nog een keer een paar. Kunnen jullie ze alvast bekijken. Zo, hop. Leuk. Soms kom je dan zo voor de BRC, hè? Dan denk je, oh, dat ik die niet eerder heb gemaakt. Zo. Wat was dat? Nog lekker. Even kijken. Chin. Die zijn echt superleuk. Pinnetje. Ja, je bezorgt me wel extra werk, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik vind het alleen maar leuk hoor, als je zo meedenkt. Kijk, dit is wel leuk om ertussenin te gaan doen. Even kijken hoe we die makkelijk... Probeer het dan wel weer zo makkelijk mogelijk te doen met opplakken. Zo. Eens kijken. Een lijm die een beetje vol. En jij maar rustig kleuren. Ja, precies. Ik ben hier aan het zweten. Zweten om het allemaal voor elkaar te krijgen. En jij bent lekker rustig aan het kleuren. Dat doe ik de volgende keer weer. Dan ga ik gewoon een keer lekker weer kleuren. Nee. Dat is helemaal niet erg.
toch leuk zo om een soort van samenwerking te hebben. Een soort van samenwerking te hebben om met elkaar dingetjes te kunnen doen. Dat vind ik alleen maar leuk. Kijken of ze het een beetje tussenin kan krijgen. Misschien een paar de boel op. Gaan we even kijken. Dat is creativiteit. Dit is echt creativiteit, hè? Gewoon. Ja, dat is inderdaad ook een keer een leuk idee. Dan zal ik iets verder van tevoren, ga ik erover nadenken. En dan deel ik al verder van tevoren met welke set ik ga werken. Dan kunnen we even checken of jij hem ook hebt. Dan doen we gewoon een challenge. Vind ik een goed idee, Karin. Even kijken. Hier nog eentje. Een kleintje. Even kijken. Het is wel leuk. Het is een leuke kleurencombinatie ook. En zeker met dat peach pie erbij. Zeg maar net even weer zo. Een kleuraccentje. Dat is wel echt heel leuk. 2, 4, 6, 8, 9. Ik denk dat ik het hier nu even bij laat. Als ik er nog meer ga plakken, dan wordt het een beetje veel, denk ik. Maar zo is het wel heel leuk. En dan kunnen we daar nog wat diamantjes erbij. Maar ja, dan nog de tekst, hè. Dan ga ik nu even voor, oeps, Proficiat, als je bij mij wil komen. Even kijken. Fris kleurtje, ja precies. Het is een fris kleurtje. Even kijken. Dan ga ik... Even denken. Nu gaan we even voor helemaal peach pie. Dan doe ik de buitenste lijnen gewoon vol de kleur. En dan dadelijk de binnenkant van de tekst afgestempeld. Bladpapier. Als ik hem kan zien, dat is wel heel licht. Mijn stempel is al helemaal rood natuurlijk, voor alle kleuren die ik gebruikt heb. En nou kan ik het niet zo goed zien. Dat is een beetje ook goed gelukt dan. We zullen zien of het gelukt is. Nou, dat viel niet tegen. Dat viel niet tegen. Het is gewoon bijna een spannende thriller hier, of het allemaal wel lukt of niet. Ja, groen zou ook kunnen, maar ik denk dat dit wel kan. Even kijken, misschien moet er hier ook gewoon weer een... Even kijken of we nog hetzelfde dessertpapier, of we daar nog iets mee kunnen. Dan hebben we toch een gebruikt dat papiertje ook, hè. Zo misschien. En dan met een paar groene bloemetjes nog, kan ook nog. Dat ik even uit groen ook een paar bloemetjes zal ik dat even in ieder geval doen. Zoals even een paar bloemetjes in ieder geval nog uitstonden, dan kunnen we zo even kijken. Draad erop. Even kijken. Op. Zo.
misschien we zo in ieder geval het groen nog een beetje terug kunnen laten komen. Zwart rond de letters, ja dat kan ook. Alleen zit er verder helemaal geen zwart in de kaart. Ik kan het proberen. Zullen we het gewoon proberen? Ik maak er gewoon nog eentje met zwart. En dan kiezen we welke het moet worden. Dat is een goed plan. Eens even kijken. Zo. Proficiat, proficiat. Leuk zo. Ja, zo is je ook leuk, hè? Ik maak hem nog even met de zwarte. Zwarte lijntjes. Dan kunnen we kiezen welke het moet worden. Liet ik bijna mijn zwarte inkt op mijn kaart vallen. Dat is zonde. Ja, groen. Ja, die had ik net ook. Alleen die valt een beetje weg. Dat is niet zo, ja. Die werkt waarschijnlijk niet wat ik nu bedacht heb. Of misschien wel. Oh, toch wel. Ja, misschien is het toch wel leuk. Gaan we even uitsnijden. Dan gaan we dan kiezen. Hij is wel een stukje duidelijker in het zwart. Dat is wel zo. Ik leg hem even in het midden. Hij zou dus zo kunnen. Beetje dichterbij voor het beeld. Alleen dan netjes recht natuurlijk, hè. Of zo. Maar dan vind ik eigenlijk met zwart toch wel leuker. Als ik eerlijk ben. Die is net iets stoerder. Een beetje meer kleur. Ik denk dat ik gewoon kies. Kan ook, hè? Toch? Met zwart. Ja, precies. Ik vind met zwart ook leuker. Ik ga het gewoon doen. Ik ga hem gewoon met zwart erop plakken. Dan kunnen we niet meer terug. Oh, Rian, sorry. Jij vindt eigenlijk de laatste. Nou ja. Ik heb nu in ieder geval geleerd dat je soms een beetje qua kleur wat moet durven, zeg maar. Ja, je vindt hem hard. Ja, dat klopt. Dat klopt. Hij is wel een beetje aan de harde kant. Maar ik had net inderdaad in het begin die met groen gemaakt bij die Diorama. Ja, die was dan weer net even. Dat was het eigenlijk ook weer niet. Altijd lastig. Smakenverschillen. Ja, precies. Dat is ook zo, hè. Dat is eigenlijk maar goed ook, hè. Dan zei ik pas... Oh ja, tegen mijn dochter. Ik was aan het winkelen. We waren aan het winkelen. Zat een studiedag. En ik zei op een gegeven moment ook... Dan zei ze, oh mama, dit vind ik mooi. Dan zei ik, oh nee, dat vind ik echt niet mooi. Zeg, maar dat is maar goed ook. Dat we niet allemaal hetzelfde mooi vinden. Anders werd de wereld ook maar saai, toch? Als wij nou allemaal precies dezelfde kaarten zouden maken. En nee, dan werd de wereld veel te saai. Even. Dan ga ik hiervoor wel even voor de subtiele toevoeging. En dezelfde kleur diamantje in het midden op de bloem. Oké. Super. Ja, hij geeft inderdaad wel een beetje diepte. Daar heb je gelijk in. Ik ga ook de bloemetjes even een beetje om... buigen, dat daar ook net een beetje 3D krijgt, want anders zijn ze zijn wel echt leuk, die bloemetjes. Daar ga ik nog iets, moet ik ook nog iets mee gaan doen. Echt, oh ja, hij stelt niet helemaal scherp, sorry. Maar het is echt wel heel leuk. Oké, nou. Dan ga ik eventjes deze nog vastplakken. Hupsakadee. Hartstikke leuk zo, jongens.
En ik heb nog allemaal bloemetjes over. Daar kan ik nog iets mee, kan ik nog iets mee bedenken. Zo. Dan ga ik even nog iets aan de binnenkant bedenken. Dan ga ik toch maar weer even voor hetzelfde blaadje als wat ik straks bedacht dat dat er al bij paste. Zo. Heel subtiel aan de binnenkant. Ook dat oranje. En op de enveloppie. Even kijken. Doen we dat ook. Zo, heel simpel. Maar soms is dat genoeg. Hè? De kaart op zichzelf is al aardig aanwezig. Dus even kijken. Even alle rotzooitjes aan de kant. Want ik heb er weer een bende van gemaakt, zoals gewoonlijk. Even kijken. Lijn dicht. En dan kan ik jullie laten zien wat het is geworden. Nou, deze als eerste. Er zit zelfs een beetje, dat is per ongeluk, maar er zit een beetje kleurverloop. Zien jullie daar dat de onderkant van de letters net iets donkerder zijn dan de bovenkant? Dat peach pie, oranje. Ik had natuurlijk die inkt een beetje in de inktbed gedrukt. En toen ontstond er per ongeluk een beetje kleurverschil. Maar het is eigenlijk wel een leuk effect. Ja, deze is echt gaaf. Maar dat zwart is echt wel heel leuk, hè? Ja, dus daar ga ik nog wel wat meer mee doen met andere kleuren ook nog op de achtergrond. Misschien juist met iets meer kleurverschil. Maar dit is ook wel mooi zo in elkaar overgelopen uiteindelijk. Dus die breier moet ik ook nog een beetje mee gaan spelen. Maar hij is wel echt heel leuk geworden. Super. Nou, en dan hebben we deze heel anders. Met bijna dezelfde materialen. Hetzelfde decempapier, dezelfde kleur inkt. En dezelfde stempelsets, alleen toch mega anders. Hè? Super grappig zo om ze naast elkaar te zien. Hartstikke leuk. Nou, en ik ben alweer veel te lang aan het kletsen, dat zie ik ook. Want het is alweer bijna 7:15. Dus ik ga lekker afronden. Dan kunnen jullie ook weer door met jullie eigen bezigheden. Dankjewel Inge. En dankjewel Caroline. Ik vind ze ook echt heel erg leuk. Ik ben vooral, die zwarte vind ik vooral echt heel gaaf. Maar deze, daar kan ik gewoon nog een keer een andere van maken. Ja, jij gaat zo door naar Leonie. Ja, dat snap ik. Nee, ik ga zo weer even terug naar mijn kids. Die willen dadelijk ook nog even bij mama aandacht. En dan is het bedtijd voor ze. Dus ik vind het altijd heel gezellig dat jullie erbij zijn. Ik ga even mijn cameraatje op mij zetten weer. Super bedankt in ieder geval dat jullie er allemaal weer bij waren. Ik zie jullie als het goed is. Nou ja, jullie zien mij als het goed is volgende week gewoon. En dan ga ik eens even kijken of ik iets kan bedenken, Caroline, met de set die jij misschien ook hebt. Dan moeten we eens even samen overleggen. En dan spreken we wat af over materialen. Dan gaan we gewoon tegelijkertijd samen iets knutsen. Lijkt me een heel leuk idee. Ik ga hem afronden. Ik hoop jullie volgende keer weer te zien en te spreken. En dan zien we elkaar dan. Tot gauw. Doei doei.